19 jaar, kom uit Vleuten. Ik doe de opleiding voor zelfstandig werkend banketbakker. En ik loop stage in Amsterdam bij bedrijf Toet. Dat is een patissier chocolatier. En mijn droom is ook om de beste chocolatier of patissier van de wereld te worden. Het WK te doen en daar top te behalen. 1, 2 of 3. En die strijd aan te gaan met iedereen. En dan beloond te worden met een eerste, tweede of derde prijs. Dat lijkt mij fantastisch. Hoi, ik ben Nathalie Vagbos. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Zevenhoven, een heel klein dorpje. En ik volg de opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Mijn droom is het eindigen bij de brede politie, dus dat is de politie te paard. Ik wil het heel graag, omdat mijn passie ligt bij paarden. Ik heb hier veel mee gedaan, ook in mijn opleiding, qua paardrijden lesgeven en met cliënten en paarden die combinatie gemaakt. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik het werken met paarden toch wel heel erg leuk vind en daarin verder wil. En de politie spreekt me ook aan. Dit heb ik vooral ben ik hier achtergekomen tijdens mijn stage waarbij ik werkte met cliënten met een verstandelijke beperking met agressieproblematiek. En dit is iets wat wel enigszins aansluit op de brede politie, zeg maar, op de politie algemeen. En ja, ik wil deze hobby graag combineren met mijn beroep. Ik ben Dennis Jonkman, ik kom uit Alphen aan de Rijn, ik ben 18 jaar oud. Ik doe op het moment de opleiding coördinator beveiliger. Ik ga volgend jaar beginnen met de opleiding HTV, wat staat voor handhaving, toezicht en veiligheid. Waarna ik hoop om door te kunnen gaan naar 3 jaar de politieacademie, om zo uiteindelijk mijn uiteindelijke droom te kunnen vervullen. En dat is om bij de politie te mogen. Als neventaak zou ik dan graag bij de ME willen, omdat ik dat gewoon ongelooflijk gaaf vind hoe het teamverband daar zit. En dat zijn de dromen waar ik ongelooflijk hard aan ga werken. Ik wil heel graag bij de politie, omdat ik eigenlijk vanaf jongs af aan het altijd al gaaf heb gevonden om in uniform te willen lopen. Dat is natuurlijk niet de enige reden dat ik bij de politie wil. Een van mijn grootste drijfveren dat ik bij de politie wil is omdat ik dan kan opkomen voor de mensen die dit zelf niet voor zichzelf kunnen. Dit vind ik een van de grotere meerwaardes aan het beroep in uniform. Gewoon het überhaupt kunnen helpen van mensen in tijden van nood dat ze het echt nodig hebben. En daarvoor de hulp van de politie kunnen gebruiken. Daarom wil ik daar meteen ook bij zeggen dat ik graag voor veiligheid wil staan en voor het helpen van mensen. Mijn naam is Sadaf Habibzai. Ik ben student aan het ID-college in Leiden. Ik doe op dit moment de opleiding Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening. Ik ben 26 jaar. Mijn droom is om mensen met financiële problemen te helpen. Elke ochtend sta ik daarvoor op met het doel dat ik mensen kan helpen en wil helpen. En daarnaast vind ik het heel erg belangrijk wat ik in het verleden heb meegemaakt, dat ik dat een andere persoon wil besparen. Ik wil een stem laten horen. Ik wil voor die doelgroep die dat nodig heeft, wil ik opstaan. En ik wil dat die mensen de rust krijgen die ze verdienen.